Goedemiddag mensen. Welkom in Suriname. Grote worden opgehaald, mensen. Wie zegt dat er niks gebeurt? Maken schoon hier. Kijken wat deze mensen gaan doen. Vind je het erg? Dat ik je even ga opnemen. We zijn aan het werk. We zijn aan het werk, hè? Kijk, deze mevrouw, die heeft me herkend. Pantra was dit, hè? Mevrouw Pinas. Mevrouw Pinas, aangenaam. Blanco, ja. Ja, Pinas. Dus die jongens zijn bezig, zie ik hier. Ja. Deze is er even ook om. Ja. Ja? Oké. Ik kom. Oké, mooi. Oké, mooi. Goedemiddag. Yes, people. Het verkeerd wordt omgeleid. Momenteel gaan we dus hier een aantal werkzaamheden doen, zie ik. Mevrouw Pinas, die gaf net aan dat de DC eraan komt, de goten worden opgehaald. En ze heeft mij gewoon herkend, hè? Dat is ook zo raar. Nou ja, is niet raar. We zitten hier met een populatie van, wat is het, ongeveer 500.000-600.000 man. Dus ja, het is eigenlijk gewoon normaal dat je dan herkend wordt een beetje. Nee. Stichting Krinwanto Vishwamariam, ik ben de voorzitter. Welke wat? Stichting KVA, Krinwanto Vishwamariam. Ja? Ik maak motivational en inspirational video's op YouTube. Ik werk soms samen met Gloria Botse, Travasde en verschillende andere personen. Ja, mevrouw Botse ken ik. Ja. Ik zit ook in de... Ik woon hier. Oh, prachtig jongen. Nou. De mensen hebben meer nodig. Ik wil kijken, ouderen hebben adults pampers nodig. Yes. Incontinentiemateriaal verzamelen heel veel. Ik ben ondertussen al naar een jongen geweest, hij is meervoudig beperkt. Nou, mensen hebben het gezien en die sturen allerlei spullen vanuit Nederland. Dus, tedemai shitak node, maar abe moeilijk. Dat vanzelf je shitak node, de mo zijn wan toezan, de mo giwan wan hippi, giwan anu. En dat wat voor nodig, a anu wang. Uiteindelijk zullen we zelf de armen uit de mouwen steken. Ja, minder ik wel. Ik ben bezig naar Beekhuizen toe. En naar Biggie Creek. Naar Dominee Creek. In Tjaka Dominee Creek. Ai. Dat praat voet je bijna 20 meter. Aha. Het dorp kan helemaal 400 meter. Ja. Maar langer? Ja. Oké, okay, is goed. Dan moet ik daar ook even gaan filmen. Dominee Creek. Ja. Dominee Creek, oké. Okay. Boom. Netjes maar zo door. Ja. Dus ophalen, afvoeren, wermen. Yes. Zand, wegen beleggen, krabben. Wat? En Loekboen aan haar leiding. Ik zit de straat
Amanda Kamanja, nou, want de moro vleitig man zou hebben. Ja. Voorzitter. Daarom is hij voorzitter. Ja. Hij zorgt wel dat het team samenwerkt, goed werkt. Ja. Altijd in het veld is. Ja. Communiceert met de samenleving. En om te communiceren met de burgerij is de RR van cruciaal belang. Zeker weten. Als je die RR niet hebt, dan helaas niet. Ja, ja, ja. Maar wat zijn de issues waar u als DC tegenaan loopt hier in Paramaribo? Even kort. De issues die we tegenaan lopen zijn natuurlijk issues die te maken hebben sowieso met datgene wat de mensen het eerste stoort. Zodra ze uit hun poort komen, mijn berm is vuil. Yes. Dan is mijn straat kapot. Ja. Dan is mijn gotron niet schoon. Dat zijn de eerste problemen. Mm-hmm. Tweede probleem is veiligheidsprobleem. Ja. Dat zeggen ze inbrekers. Klopt. Dus ook in Munder hebben we veel last van. Ja, daar hebben we heel veel last van. En ja. Ik heb contact ook met de buurtmanager, met de resortscommandant. Meneer Tilborg hebben we contact mee. Ja. Dus we zorgen ervoor samen met de resortsraadleden dat we ook naar het stukje veiligheid kijken. Ja. Verder, waar ook we ook veel last hebben, is dat mensen vragen naar een stukje werkgelegenheid. Dus we proberen in ieder geval dat ook in te lossen. Ja. Kijken hoe we werkgelegenheid in het resort kunnen stimuleren. Inderdaad. Ik mag zeggen dat de komende maanden, CQ, jaren, in Munder, in het resort Munder, de meeste werkgelegenheid gecreëerd gaat worden. Okay, okay. Als we denken aan onder andere de mall die daar geopend gaat worden. Ja, ja. Onder de arbeidsplaatsen. Dat zijn mooie vooruitzichten. Als we kijken naar Ring Harbor onder andere. Ja. Hè, daar komt een hele bedrijvencomplex dat afgestemd zal zijn op de oil business. Okay. Daar gaan duizenden mensen, primair wonende in resort Munder, werk vinden. Okay. En alle spin-off effecten daarvan. Ja. Dus er zijn nog een paar behoorlijke grote uitdaging. Oké, okay. Dus wij zullen effectief de vruchten hiervan. Ja, Munder is in de lift. Ja. Je ziet ook, we zijn ook bezig daar bij de. Hoe je dat daar? Guarani-straat zijn we bezig om daar de damwanden te verstevigen met ijzeren platen. Wat is de bedoeling daarvan? Afkalving tegen te gaan. Klopt. Twee, we gaan het beleggen op de bodem met platen, zodat we geen tokotoko meer naar boven krijgen. Inderdaad, dat is dus ook. Dus op termijn zijn we daar bezig onderhoudsvrij. Mooi. Als dat klaar is, komt daar een mooie afdeklaag van beton. Ja. Zodat daar een wandelcircuit gaat ontstaan om te recreëren, om te verkopen enzovoort. Yes, yes, yes. Dus Munder is in de lift. Munder is rising. Munder, ooit gedacht, daar wonen mensen die van een andere niveau zijn. Ja. Maar Munder wordt de resort van Paramaribo. Ja, mooi. Munder is de place to be. Maar je ziet ook alle gronden zijn in Munder nu peperduur. Klopt. Alles wat aan de klopt. Is met 100 maal duurder. De Anton Drachtenweg Okay. Om aan te geven hoe belangrijk Munder is. Maar Munder is ook belangrijk als het gaat om de ontsluiting richting het westen van ons land tot aan de Vijfde Rijweg. Het gaat ook via Munder weer gaan. Alright. Ook voor de ontwatering is Munder belangrijk. Yes. We zijn bezig om. Maar dat ringweg inderdaad, die daar loopt, dat kanaal en dergelijke. Dus al het water van Munder gaat nu niet die kant op meer, richting Boomstreek, maar rechtstreeks naar de Struis. Okay. Dus dat zijn allemaal grote dingen die Munder gaat doen. Zeker weten. Munder is on the move, maar met de bezielende leiding ook van de heer Jitin. Ja. Jitin Bisisser, misschien heeft u nog wat woorden om toe te voegen? Wat ik kan zeggen is dadelijk, we hebben bij ons entree, we hebben het eerste wat we gedaan hebben, we hebben nagegaan om te gaan kijken welke hoofdlozingen zijn in Munder. Dat is heel belangrijk voor ontwatering. Als je niet weet van de hoofdlozingen, dan hadden we een brief geschreven aan het ministerie om aan te geven waar die hoofdlozingen, hoe ze lopen en waar ze naartoe gaan. Ja. En als je dat gedeelte ophaalt, dan heb je een heel groot gedeelte van het waterprobleem, wateroverlastprobleem opgelost. Het is van de veiligheid. Heb ik ook gesproken met de Terborg, hij is commandant van de resort Munder. Okay. Ik heb gezegd dat de makkelijke manier om hier echt zichtbaar te zijn, is bikers inzetten. Ja, Een ander punt is, laten we ook camera's plaatsen in bepaalde plaatsen, waar de politie ook kan volgen. Klopt. We zitten te betalen om te gaan rukken en daar ook mee. Ja. Je kijkt jouw camera en gericht gaan werken. Ja, zeker. Dat is een van de beste dingen. Ja, en weet je waarom? Omdat de meeste mensen van Munder zijn man en vrouw bij de werken. Ja. En s'morgens zo meer, maar de meeste diefstallen vinden s'morgens plaats. S'morgens en in de dag overdag vinden die plaats. Ja, want s'avonds zijn de mensen ieder jaar thuis. Ja, De mensen durven s'avonds te komen, maar overdag vinden het plaats, want man en vrouw bij de werken. Ja, en zijn thuis. Ja. En daar heb ik altijd gezegd dat de politie bepaalde hoeken van de straat, de camera's plaatsen, waar je vindt dat criminaliteit toegenomen is, plaats daar camera's en dan kan je weten precies. Klopt, dan kan je in de gaten houden inderdaad. Ga ik daar naartoe? Ja. En zo gewoon telefoon krijgen van mensen op te gaan rukken, als je daar aankomt zijn mensen al weg. Ja, maar als je met een camera werkt, dan heb je die mensen al geïdentificeerd. Klopt, en je hebt concreet bewijs inderdaad. Ja, dat is mooi. Aan de punt is, we zijn bezig om
alle sloten op te halen in het geheel. Ja, ja. Dat gaat in fase gebeuren. Ja. We gaan eerst beginnen de sloten op te halen. Mm-hmm. Als we daarmee klaar zijn, gaan we kijken welke duikers doorgestoken moeten worden. Ja, met ja. Kogelzegel. Ja, 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 ja. Ja, want dat is ook een probleem, ja. Hè? Die, en een andere punt gaat zijn, als kogelzegel ook niet helpt, dan gaan we kijken, hé, hey, welke duister is die juiste formaat die gebruikt is? Aha, dan gaan die moeten weggaan. Ja, klopt, klopt. Want sommigen die hebben, zonder vergunning zijn ze zelf maar duikers gaan plaatsen, inderdaad. De mensen hebben kleine diameters gezet, ja. En die mensen voldoen niet aan de van aan bepaalde eisen, ja. Inderdaad. En dat zorgt ervoor. Oké, oké. Nee, maar het is mooi om te horen. Sorry voor die mensen, maar we moeten weggaan. Ja, maar jij vormt als laatste van die andere mensen. Ja, klopt. Want de water gaat nu verder. Klopt. Nee, maar het is mooi om te zien hoe u dus als voorzitter samen met de RR-lid en de DC en verschillende andere partijen die hierbij betrokken zijn, probeert dit in goede banen te leiden. Want ja, ja. Zoals ik het van u hoor, dit zijn hele mooie vooruitzichten. De tijd is het aan verkavelaars vergeven gegeven, wat nooit is overgekomen. Checken wie verkaveld heeft, wat ze hebben verkaveld, ja. Hoe is de ontwater. Ja, ja, ja. Alles gaat via regels. Ja, klopt. En de minister heeft gezegd, hij gaat voor de volgens regels werken en laten via de regels werken. Zeker als weten. Als iemand een project krijgt op het verkavelen, laat die mensen aan de eisen voldoen. Ja. Ontwatering, klopt. Elektriciteit, water, stroom en goede wiegen. Yes, yes, yes. Van wiegen. Dat, ja. Zijn de basisdingen. Dat zijn basisdingen, inderdaad. Ja. En daarvoor moet je zorgen. En vroeger werd niet aan deze regels gehouden. Mensen gingen verkavelen zonder regels. Klopt. En wat is het? Een probleem krijg je nu pas. Nu krijgen we het, ja. Probleem. Klopt, klopt, klopt. Maar het is goed dat we dat dus goed in kaart brengen. En dat, hè, conversaties worden aangegaan met de personen. Zodat het duidelijk is voor hun dat wij bezig zijn het land op te krikken. Sowieso. Beginnende met onze infrastructuur. Ja. En dat is heel mooi om te zien. Kijk, ik ga even hier filmen. Nogmaals, dit was de voorzitter. Bisisser, sorry? Jitin Bisisser. Yeah. Alright. Nou, het is aangenaam. Ik ga u een box geven. En we wensen u heel veel succes. Guys, okay, we zijn bezig met veel meer. We zijn met veel meer positieve dingen bezig dan negatieve dingen. Oké, okay, dan. En trouwens, alles wat we doen, we gaan ook met een positieve instelling ernaartoe. Ja. Ja, maar dat gevoel krijgen we ook. Kijk, we zijn allemaal bezig voor het land, toch? Het nationaal belang staat voorop, neem ik aan, voor iedereen hier. Yes, yes, yes. Misref na afsensiere, omoro de brokomi, omoro mokre na waarde. Ai. Kijk, dit is mijn huurder. En ze is lekker bezig als wij krimajari netjes. Hoe is het? Lukuja, ik heb wat lekkers voor je. Wat wil je? Ik heb fruit punch naar Atrawana Markusa. Doe luku zat van die man. Nee, ik Atrawa. Bedankt. Geen probleem, je bent zo lekker bezig. Ik dacht, no. En als een faya. Ik kom gaas maar warm tien samen drinken. Yes, goed. Yes? Hé, hoe lang zit je hier nu? Hoe lang zit je hier nu? Bijna. Bijna? Zes, vijf maanden. En je loopt toch? Ja? Ja, ja. Dus je tanja? Ja, met Ino, goeiemorgen. Hé, Anna, goeiemorgen. Ik ga hier blijven. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Aboen, dat takkie. Yes, geen probleem. Yo, 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 check mijn homies, jongen. 070, kijk ze komen gewoon. What's up, niggas? What's up? Ja, man. Siki eetje. Siki. What's up, is dat je man? Ja, toch? Meen je dat nou? Pa. Wat is dat? Ja. Want vorige keer kwam je met een dopey dope, man, yo. What's up, people? Ja, man. Hey, ik ben blij, ouwe. Ik ben echt blij. Maar luister, ja. Ik ben bezig met iets belangrijks. Ik kan dat niet op camera zeggen. Dus ik ga het nu even uitdoen. En dan tak we dadelijk.